overlijden. Ik moet nog wedstrijd spelen en bij de borst die wil mij maken. Ik wil hem even nog steeds zeggen. Tussendoor de wedstrijd, zeg jongens. Ja, even. Dit is het derde, man. Te lang. Wat keer. Romario doet ook aan het begrijp je. Ja, in de loop, hè, Romario? Ja, precies, wanneer die verwacht meer. Andere shirt. Hé, Doc. Ja, dat jelletje is genomen. Ja, dat is een toon. Ik heb een probleem met hem. Ja, dat is een probleem. Ja, dat is een probleem. Nee, moet die open? Moet die lezen? Ja, doe het. Ja, dat is goed hoor. Thank you.
stopt hij. Andy, help us to Andy. Ik heb hem voor je. Yes. Ja, de reden waarom we eigenlijk allemaal hier bij elkaar zijn, is dat ik net ook al aan de mannen gegeven, is dat, zeg maar, we zijn niet voor John. We zijn niet voor Gatistan, we zijn niet voor de D. En drie dagen voor het ongeval, dus John hier met de D, toen wij met de twee wedstrijden waren. En het was toen ook prachtig weer. Misschien 10 graden warmer, maar in ieder geval was heel mooi weer. En eigenlijk toen het gebeurde, zat ik er aan te denken van, je moet iets doen. En ik kwam op het idee om, een denkingswedstrijd te spelen tegen de man van RTL. Ook in het bijzonder omdat er natuurlijk wat oud-vrienden, oud-collega's hier tussen staan. En, maar voornamelijk voor de familie Weidenbosch. En voor de familie, omdat oma, die hier ook aanwezig zijn, waar ik nog te kiezen. Ik wil Hercules zijn dan bedanken, exclusief meneer Tavio, die het voor elkaar heeft gebracht om weer hier te kunnen spelen. Om jullie even een soort van een kijkje te geven waar John zich uitspookte elke hemelvaartsdag. Dat was nu bij ons. Dus Hercules en de mannen achter de bar en vrijwilligers, allemaal hartelijk bedankt dat we dit mogen doen. Het heel sterk hier bedanken dat ze in grote talen zijn komen opdragen hier zo. Expliciet Bert, de Dion. Is hij weg? Shit. Hij moest draaien. Oh, hij moest draaien. Oké, okay, nou, Randy, jij was de eerste aan wie ik mijn idee bracht van één. We willen een wedstrijdje gaan spelen en eigenlijk door hem is het balletje gaan rollen via John. Dus mannen, en de rest echt hartelijk bedankt. Ik wil ook wel even bijzeggen dat het wel een historisch moment is geweest, omdat ik net heb genomen dat RTL eigenlijk al zijn wedstrijd heeft gewonnen. Ik wil jullie allemaal bedanken, dat jullie hier zijn gekomen. En heel tof, ik zie heel wat vrienden hier zo aan de zijkant, goede vrienden van John, die hier bij zijn. Op het tribune is heel wat familie. Jay! Waar is Jay? Jay is onze topscorer. Hey, ik ben hier weer gekomen. Heel tof. Toen ik vroeg van, hey, zou je bij ons de warm nu kunnen afgebeelden doen? Ik was meteen enthousiast, dus daardoor is eigenlijk ook deze avond gewoon gestart. Ja. Als een collega als vriend. En ik vind het prachtig om te zien hoeveel liefde hier aanwezig was.
namens RTL, echt waar, alle mensen, veel liefde, Sofroni, dank u. Dank jullie wel.